klok overeind blijft, dan blijven de boetes sowieso overeind. Als die avondklok onderuit gaat aanstaande vrijdag, dan is het de vraag, hè, per wanneer gaat die avondklok onderuit? Per ingang van vrijdag? Of is die van meet af aan onverbindend geweest? Als die van meet af aan onverbindend is geweest, dan gaan die boetes eruit. Maar dan komen er ook allerlei ondernemers die schadeclaims gaan indienen. Even om het begrijpelijk te houden. Beslist de rechter dus vrijdag of die boetes in stand blijven en vanaf wanneer? Nee. Dat is een gevolg van de uitspraak. Maar het gevolg van die uitspraak is niet alleen dat de boetes niet geïnd kunnen worden, maar het gevolg van die uitspraak is ook dat allerlei ondernemers zullen zeggen, ja, maar luister eens, gedurende die avondklok hebben wij grote schade geleden. Die schade willen wij verhalen op de overheid. Ja, ik wil dus toch die rechter die haalt zich nogal wat op de hals, hè, als hij dit overeind houdt. Meneer Rupert, wat ik hierover wil zeggen is het volgende. Weer een heel technisch verhaal, juridisch verhaal. Nou, kon het goed volgen. We constateren, de burgemeester Bruls heeft gezegd dat er sprake is van verwarring. We hebben een volksvertegenwoordiger die zegt er is sprake van verwarring. Dus we zitten in een situatie van verwarring door het uitspraak van een rechter. Ja. En dan gaan we in die situatie van verwarring, als het gaat om grondrechten, gaan wij gewoon boetes handhaven of boetes opleggen. Laat de politiek nou een gebaar maken en wachten tot er een onherroepelijke uitspraak is van een rechter of dit wel in stand kan blijven. Want het vertrouwen in de politiek is er niet. Meneer Rutte, die weer met een spoedwet bezig is of een noodwet, dit is waarom de mensen geen vertrouwen hebben in de politiek. Even naar de politicus aan tafel.